Oh man, I was hoping for something like a coffeeshop. Godverdomme. Cool, old Pardo, alsof een 8-jarig kind naar een coffeeshop wil. Hey, wie weet houdt daar wel van koffie. Oh man, en hij was ook nog eens Engels. Dat is omdat iedereen al lang weet dat ik iets heb met Britney Spears. Yo, what up gasten, welkom bij deze behind the scenes video van de video van Banyan Moves. Waarvan we de titel nu nog niet weten, want die gaan we vandaag opnemen. Want vandaag is een hele speciale dag waar ik en Yuri zijn hier namelijk als pers bij Jackass Presents Bad Grandpa. Hier achter mij zie jij een kanaaltourboot staan, ding, en daar gaan wij zo op. Ik verspreek me, dat maakt helemaal niet uit. Misschien komt het wel omdat we hier op de wallen staan en alles ruikt hier naar wiet. Volgens mij ben ik nu al half stoned en het is 10:30. Wauw! We lopen nu richting de boot. We zijn hier in de persruimte gekomen bij Sofie Hotel, Le Grand Hotel. Zit hier midden op de wallen. En dan loop je allemaal perslui en het is heel officieel. Ik en Yuri zijn hier de enige Nederlanders. En ik moet zeggen, het is best wel verrassend. Kijk ook eens, film is gewoon een kachel. Dit hotel is een van de chicste hotels, geloof ik. Fucking hell. Ziek, echt heel ziek. Nou, we staan nu buiten hier tussen alle perslui. En serieus, als je die boot ziet waar wij zo meteen opgaan. Ik zie er allemaal mensen staan, vanaf Shownieuws tot aan de Telegraaf. En kijk eens hoe afgeladen het daar is bij die boot. Nou, we zitten nu op de boot. Althans, ik sta, Yuri zit. En we zijn nu op de boot met Johnny Knoxville. Hij zit 5 meter die kant op. En jullie gaan kijken naar een paar materiaaldingen. Yes. Ja. Nou jongens, we zijn nu net klaar uit de make-up en kijk me nou, ik ben een opa geworden, boom. Uit het niets en dit betekent dat wij nu naar beneden gaan voor de opnames. En we hebben het hier gedaan in een fucking luxe ruimte met allemaal visagie. En daar worden nu nog allemaal andere opaatjes geproduceerd. Maar wij gaan naar beneden voor de video. We staan nu hier buiten en in alle eerlijkheid, het is een rare dag. Want wij staan nu op Amsterdam, nog altijd in de wietlucht. En kijk, daar zijn de grachten. Hoe mooi. Het zijn gewoon de motherfucking wallen waar we nu lopen. Als opa verkleed. En ja, we hebben nu een discussie half over de knoopjes. Yuri, is dit too much? Ja, ja? Sowieso. Ja, ik ben dus nu een opa. Ik voel me heel erg Albert Einstein. En ik moet nu zo gaan praten, denk ik. Opa praat meer zo? Ja, ja toch? Godverdomme, wat een leuke video! Man. Maar ik heb ook van Thomas net het bericht ontvangen dat ik leek op de opa van Back to the Future. Hij heeft wel gelijk in, hè? Zeker. En dan heb jij nog enig idee op wie ik nog meer lijk? Albert Einstein hadden we hier gehad. Oh ja, Albert Einstein en ik vind Geert Wilders als opa. Kom op, die zou er zo uitzien. Man, wij gaan zo opnemen met Jackson. En wij hebben er zin in, hè, Yuri? Sowieso. Ondertussen gaan we hakken. Yo, what up, gasten? Ja, precies. Godverdomme. Right? And I was hoping for something different. What do you know? Huh? Alright, I'm gonna hold my nose then. Let's look close. What's this? Three. Yeah. Relax. You said the word mustard. Yeah, I loved it, Marlo. Ready? Ik adopteer wel een kind. Oké. Okay. Nieuwe Bardo. Vertel eens wat is gebeurd. Ja, je hebt het net gezien. We zijn een beetje kapot gegaan. Dus nu zijn we opnieuw terug in de green. Om onszelf even opnieuw
klaar te maken. En we zijn erachter gekomen dat mijn wenkbrauwen kwijt zijn geraakt. Oeps, ik weet niet waar die zijn nu. En zo... Die ligt bij de mayonaise. Ja, die ligt tussen de mayonaise. Ik ga niet het water in. Doe dat alsjeblieft. Mooi foto met jou, meneer. Ja, kijk. Heb je een vrouw? Ik heb geen vrouw. Heb je een vriendin? Oh. Heb je een vriendin? Nee, ik heb nu wel een hersenschudding, dankjewel. Godverdomme. Godverdomme. Ja, zullen we opnemen? Ja, jongens, en hier eindigt dan onze dag als Bad Grandpa. De video zit erop, we hebben hem helemaal afgemaakt. Ik ga nu naar binnen. Dit meurt naar mayonaise, dat wil je niet weten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze Behind the Scenes video. Ik sta hier nu nog verkleed als oude opa. Het was een toffe dag, bedankt voor het kijken. En latertje! Damme, jeu de boel of dansen? Ja, laat me raden, je gaat zeker paaldansen. Wat? Oké, wacht even. In mijn eentje dansen, gast, ik dans nooit alleen. Ja, kijk, je danst met dat meisje op de achtergrond. Nou... En daarnaast zou ik ook modern paaldansen, niet ouderwets. Man, Bardo, jij wordt echt een oude vieze twerkende opa. Ah, dankjewel man, leuk om te horen. Dat was geen compliment!